dankjewel. Dit is mijn aftel-ding. Ik wilde eigenlijk als Space Shuttle omhoog gaan. Maar ja, Lead Generation, ik heb het allemaal gehoord vandaag. Het is helemaal geen rocket science. Volgens mij is het allemaal veel makkelijker dan wat ik allemaal vandaag gehoord heb. Behavioral gebeuren en weet ik veel. Ik moet nog een afstandsbediening hebben. Laten we gewoon beginnen vandaag met Lead Generation. Ik ben van Click for Sales. Click for Sales is in 2001 opgericht. Door mij samen met mijn compagnon Hek Jansen. Wij zijn gewoon begonnen met het maken van een internetsite, een landingpage, een banner. En huppakee, die banner verspreiden en leads genereren. Die leads die komen binnen. Dat doen we op dit moment met zo'n 1500... daar zijn ongeveer 70... Nee, wat zeg ik? 1500 adviseurs bij betrokken. Die worden verspreid over het land komen die binnen. Daar komen er ongeveer 7000 per maand binnen. Daarmee wordt ongeveer 1 op elke 100 hypotheken gaat via de deur van Click for Sales. Waarom is dat nou niet bekend? Dat is niet bekend omdat niemand Click for Sales kent. Omdat wij gewoon met diverse hypotheeksites de markt bewerken. En niet met allerlei moeilijke behavioral dingen. En we gaan gewoon weer. Wij zijn geland op aarde, laat ik het zo zeggen. En we vliegen niet in de lucht. Dus wij sturen niet zomaar een lead door. Wij verrijken leads. En wij komen zo tot een kant-en-klaar product voor een adviseur. De leads komen bij ons binnen. Wij hebben een eigen callcenter, of tenminste dat hebben we uitbesteed, maar we werken samen met een callcenter. Die belt vanuit de site, belt hij de klant op. Die zegt, goh, wat leuk dat u bij ons een hypotheek of via ons een hypotheek wilt afsluiten. Laten we een afspraak maken. Nou, die klant vindt dat natuurlijk helemaal geweldig. En dus wij maken een afspraak voor, stel volgende week woensdag 7 uur. Dan al die afspraken komen weer bij ons binnen, verrijkte gegevens. En die verrijkte gegevens, die verkopen wij aan de adviseurs in hun eigen regio. Dat doen we via een order picking systeem. Wij zetten al die afspraken zetten wij op internet via een besloten omgeving. Daar loggen die mensen op in. Die zien alleen maar de datum, de tijd, de postcode en de plaats van de afspraak. Dus ze kijken, ze pakken hun eigen agenda erbij. Ze bieden ze ook een online agenda, maar mochten ze die nou niet hebben, pakken ze hun eigen agenda erbij. En dan kan je gewoon heel makkelijk zien, woensdagavond 7 uur, ik werk vanuit Roermond. Ik kijk in de lijst, woensdagavond 7 uur, staat nog een afspraak in de omgeving van Roermond. Ik klik hem aan, ik koop hem en ik krijg alle gegevens van de klant in mijn mailbox. Super makkelijk systeem, one-click shopping. Hij kan gewoon zelf kiezen. Dus wij moeten leads hebben. We moeten zoveel mogelijk leads hebben. Ja, Jim zei ook al, dat moeten we op een zo slim mogelijke manier doen. En toen werd ik gevraagd, kan je een verhaal houden? Huh? Tyfus, daar heb ik helemaal geen verstand van. Nee. Een verhaal moest ik houden over hoe kan je zoveel mogelijk leads genereren. Ik vond de stelling van Jim vind ik heel erg leuk. Daar wil ik toch nog even op terugkomen. Als u 1000 euro te besteden hebt. Ik vind namelijk dat A en E. Zou die stelling op kunnen? Dat vind ik namelijk een hele leuke discussie. Kan dat? De stelling die aan het begin van... De stelling van Jim. Kan dat? Of lukt dat niet? Oh. Ja. Ik vind namelijk dat A en E hetzelfde is. Die moet je even uitleggen. Nou, AdWords en de affiliate marketingpartij, de kost per lead campagne, dat kan je bij AdWords eigenlijk een kost per klik kan je instellen. Uiteindelijk weet je ook wat je lead is. En je kan bij AdWords ook instellen dat je gewoon over alle AdSense sites verspreid wordt je advertentie. En tegenwoordig ook de banners, alle video toestanden die in AdWords kunnen. Ik vind dat het hetzelfde is als affiliate marketing. Dus eigenlijk moet je ze tegen elkaar op of bij elkaar optellen, zo zie ik dat dan. En dan heb je denk ik 80-90% en dan hou je die andere 3 nog over. En dan wil ik eigenlijk laten zien dat je met B, C
nou, B en D, dat je daar ook gewoon heel leuk je geld mee kan verdienen. Daarvoor heb ik 10 tips gemaakt. En daarvan, bij die 10 tips ga ik ervan uit dat u ongeveer wel weet hoe u een site moet bouwen. Dat u ook wel, als u dat niet weet of als u daar twijfels ook over heeft, hoe uw site het beste, daar die flow door die site heen, hoe u dat het beste kunt optimaliseren. Dan zou ik zeggen, neem contact op met Jungle Rating, met Geert. Daar kunnen ze u heel goed bij helpen. Als u dat dan allemaal op een rij heeft en u heeft een goede banner, dan kunt u gaan adverteren op internet. En daar is los van AdWords ook nog heel veel te doen. Dus daarvoor heb ik gemaakt de succesvol leads genereren tip top 10. En op nummer 10 zeg ik, zoek een start- of een stopmoment. Google AdWords is natuurlijk een hele mooie, is een startmoment. Maar kijk nou waar die mensen mee bezig zijn op het moment dat u ze wilt bereiken. En als dat is het moment dat zij net hun computer aanzetten en hun browser openen, dat is natuurlijk een fantastisch moment, want ze wisten eigenlijk nog niet wat ze gingen doen. Ze wilden alleen even internetten en dan komt uw advertentie langs en oh ja, die hypotheek, dat moest ik ook nog doen, daar kan ik nog iets besparen, dat was ik vergeten. Daar klik ik nu maar even op, want anders vergeet ik het weer. Boom. Het is ongeveer hetzelfde als bij tv, denk ik dan. Als iemand Ajax Feyenoord zit te kijken, gaat hij niet bij zijn tv tijdens de reclame bij zijn tv weg om daar op internet iets over die hypotheekcommercial dat op te gaan zoeken op internet. Dat doen mensen niet tijdens de wedstrijden, want wat wil je? Je wil weten of Ajax toch nog wint, wat ze meestal gelukkig wel doen. Dan, dus zoek een start-up-stoffenmoment. Nou, dat is nu.nl, startpagina. Hele goede lead om leads te genereren. Google is natuurlijk ook een hele goede, MSN. Allemaal startmomenten, maar ook een stopmoment. Als iemand klaar is met wat hij ging doen op internet, vind ik een hele goede. Als je klaar bent met het lezen van een nieuwsbericht, dan weet je even niet meer wat je moet doen. En dan sta je open voor advertenties, vind ik een hele goede. Het maken van een route op internet, als je ermee klaar bent, dan ben je weer even klaar. Dan, als je daar je advertentie hebt, werkt gewoon heel erg goed. Dus wees proactief. Kijk gewoon goed naar sites die opkomen. Testcampagnes, heel goed voordat je daarmee begint. Doe dat ongeveer 6 tot 12 maanden en hou je concurrent buiten de deur. Maak gewoon een exclusieve deal. En weg ermee. Huppakee. Op nummer 9. Klein is groot en groot is groot en klein is ook groot. Het misverstand volgens mij bij lead genereren is, wat je veel bij grote partijen ziet, is we moeten allemaal op de grootste portal staan en dan moeten we heel veel, of run of network, run of site, moeten we heel veel banners er doorheen jekkeren en dan komen die grote aantallen leads, die komen wel. Maar volgens mij een nieuwsbrief met naar 100.000 leden, is niet altijd een unieke aanbieding. 10 miljoen bannervertoningen is geen unieke aanbieding. Kleine aantallen, maar getarget, daar kunt u ook heel veel leads uithalen. Nou ben ik toevallig zelf ook nog bij startpagina betrokken. Daar heb ik dan een plaatje van de hypotheekpagina. Vanuit hele gespecialiseerde pagina's kunnen heel veel leads komen. Ik denk dat mensen dat over het algemeen heel erg onderschatten. Kan jij inschatten, Michiel, hoeveel mensen hier in de zaal... Ja, sorry. The voice of the almighty. Kan je inschatten hoeveel mensen hier binnen 3 maanden een hypotheek gaan afsluiten? Jij hebt dat is een stelling, die komt in mijn, hoe heet het? Je hebt hem als sheet voorbij zien komen? Ja, als sheet. Oké. Okay. Voor de regie, het is alleen stelling 2 die we gaan doen. Ah, dat is goed. Ja. Ja. Even kijken. Zoek die pareltjes, want die kunnen gewoon kwalitatief goede leads opleveren. Dan heb ik net gehoord, ik was er niet bij, dat vorig jaar bij de e-merse update over performance-based ongeveer dezelfde discussie is geweest. Maar vergeet alstublieft de ratecard als u bij websites informatie gaat opvragen om te gaan adverteren. De ratecard wordt absoluut alleen gemaakt voor mediabureaus. Een mediabureau is erbij gebaat dat het CPM-tarief zo hoog mogelijk is.
Want daar krijgen ze een percentage van. Voor een lead campagne. Sorry. Is een CPM-tarief van boven de 2 euro nooit winstgevend. Als uw doelstelling is om alleen leads te genereren. Wilt u ook nog branding, naamsbekend, hartstikke mooi. Moet u het vooral doen, betaal nog meer, dan hou die CPM-tarief hoog. Maar het is niet winstgevend voor leads adverteren. Wilt u structureel adverteren en wilt u gewoon echt veel adverteren, dan kunt u in sommige gevallen op die ratecard, vergeet hem daarom, 5 tot 95% korting of meer krijgen op CPM-tarieven. Onthoud het en doe er uw voordeel mee. Dus betaal 10 tot 25% van de ratecardprijs voor 2 maanden testen. Bereken voor uzelf tijdens die 2 maanden test terug wat voor u de klik- of de leadprijs is. Maak dan voor een deal voor 6 maanden of voor 1 jaar. En hou uw concurrent nogmaals, hou hem buiten de deur. Als nou de conversie zo goed is dat u meer kan betalen, betaal dan ook meer. Want uw concurrent komt er echt achteraan. Ik zag dat meneer van de Rabobank schrijven. Dus wees zo concreet en zo direct mogelijk. Als u gaat adverteren, wees dan inderdaad zo uw banners, uw tekstlinks. Kunnen er vrij snel doorheen gaan, want dan weet het. Maar wees zo concreet mogelijk. Gratis is natuurlijk helemaal geweldig, maar dat gaat je echt conversie kosten. Wat wel goed werkt, is een tijdslimiet eraan hangen. Verplaats je in de klantspel in op een gevoel of op een behoefte, in plaats van dat je je product wil pushen. En ja, ik vind een banner, een tekstlink verpakt in een gif of een flashbestand. Nou, dit zijn wat voorbeelden. Kunnen we snel erheen gaan. Alles op de hypotheek, jongens. Peil is een behoefte. Ik denk dat wat nog heel erg onderschat wordt, en dat zie je ook in de stelling, is e-mail. En dan niet in de zin van e-mail van huur een aantal adressen in, maar wel e-mail in huur een vraag in een e-mail enquête of een prijsvraag. En ga daarmee aan de slag. Daar zijn heel veel leads in te behalen. En daarom is mijn stelling van vandaag. En sms zoveel u kunt, bent u van plan om binnen 3 maanden een hypotheek af te sluiten. Wat zeg je? Ja, natuurlijk, die vragen komen op. Nee, het is voor mij niet interessant. Het is alleen maar omdat ik aan wil geven hoe groot een markt is en hoe makkelijk het eigenlijk is om leads te genereren. Dus ik krijg de nummers niet hoor. Mooi, hè? Hij mag wel verder terug, hoor. De prospect. Als we praten over het genereren van leads vanuit een enquête, vanuit een behoefte, dan geeft een prospect geeft niets, in tegenstelling tot echt het invullen van een formulier, niet zijn manifeste interesse meer, maar hij geeft alleen zijn situatie neer. Maar dat is wel een ingang, want als hij zijn e-mailadres daarbij geeft, of zijn 06-nummer, kunnen we hem benaderen. Dan kan je ermee aan de slag. Sorry. Oh, ik denk je wil wat vragen. Maar het is laagdrempelig en lagere leadkosten, maar je moet er wel veel meer van bellen om tot een goede lead te komen. AdWords, doe het gewoon zelf. Ik zie, en dat is eigenlijk staat dat synoniem voor alle dingetjes. Doe eerst gewoon alles een keer zelf. Probeer het, ga ermee aan de slag, uitbesteden. Kan altijd nog. Je krijgt er gewoon veel beter inzicht in conversies. Maar pas wel op met je budget en je creditcard. Als je dan die lead op je site, of die bezoeker op je site hebt gekregen, laat hem dan niet meer los. Een bezoeker, die heeft u betaald. Het klinkt slecht, maar u heeft hem betaald. Dus hij mag niet meer van uw site af, totdat hij geld oplevert. Want een bezoeker is goud waard. Bied uw klant daarom verschillende ingangen. Probeer echt aan zijn behoeften te voldoen. Desnoods adverteren op uw eigen site. Waarom niet? Als hij 1 keer op een advertentie klikt, waarom zal hij niet nog een keer op een andersoortige advertentie klikken? Anders gaat hij weg. Het is jammer. En desnoods, als hij nou echt helemaal niks wil, haal dan in ieder geval zijn e-mailadres binnen. Dan kunt u altijd met hem blijven corresponderen.
Verzin niet, het is gevonden geld. Op nummer 3, kijk constant om u heen. Kijk hoe uw concurrenten doet. Wie het hoogst converteert, die wint de markt. En dat is eigenlijk wat Geert-Jan ook zei. Hoe meer concurrentie er komt, wordt het allemaal, die marges worden steeds kleiner, steeds kleiner, steeds kleiner. Hoe meer u converteert, zijn uw opbrengsten, kunt u aan uw eigen kant weer de opbrengsten verhogen. Dus zo blijft u altijd uw concurrent voor. Op internet is alles open, dus je kunt makkelijk kijken hoe uw concurrent het doet. Aan de andere kant kan de concurrent ook zien hoe u het doet. Probeer dat, varieer en converteer. Nou, is een klein voorbeeld van verschillende sites die wij zelf hebben. Waar eigenlijk uitblijkt dat de ene site beter converteert aan de voorkant en sommige aan de achterkant. Is gewoon heel belangrijk. Uiteindelijk voor welke advertentiemethode u inzet. Dan op 2, Heya IKEA, dat is een goed idee. Ja. Ik loop wel eens door IKEA, ik schaam me daar niet voor. Begeleid uw klant door uw site. Wat je tegenwoordig heel vaak ziet, is ik kom op een site en ja, zoek het eigenlijk maar uit. Je bent op de site, nou leuk. En ja, als je weggaat, nou ook goed, bedankt. En, maar waarom word je niet, net als bij een IKEA, gewoon door een site geleid alsof het een tunnel is, waar ik niet meer uitkom? Waarom communiceert een site niet met mij? Waarom communiceert een bedrijf niet met mij? Het lijkt wel alsof ik op internet ben, dat alles is allemaal statisch, Niemand vraagt iets aan mij op de gemiddelde site. Dus vraag het gewoon. Wat wilt u doen? Komt u om een huis, wilt u een huis gaan kopen? Of wilt u uw hypotheek oversluiten? En dan gaan we verder naar achter. En dan heb ik het roer als site-eigenaar te pakken. Dan op 1. Een lead is een mens van vlees en bloed. Ja, we zitten hier allemaal internetbedrijven. Nou, ik snap de helft niet. En de andere helft ook niet, zag ik net. Ik weet alleen niet welke helft. Een lead is een mens van vlees en bloed. Dat wordt zo vaak vergeten. Een klant wil aandacht en hij zit op uw site en hij heeft het is een lead geworden. Hij wil uw product graag kopen. En dan gaan we, waar zijn we op dit moment mee bezig? Dat voordat wij weten dat hij ons product wil kopen, dan willen we al weten of hij naar Egypte gaat. Nee, ik wil daarna, als hij al een keer naar Egypte wil ik hem gewoon van dienst zijn. En dan wil ik gewoon tegen hem zeggen, kan ik nog iets voor je doen? Het is zo makkelijk. Hij wil gewoon aandacht. En dat wordt zo vaak vergeten. Mail uw klant gewoon niet met een nieuwsbrief, maar ook eens een keer 1-op-1. Goh, we hebben dit en dat voor u gedaan. Wat vond u ervan? Gewoon een kleine enquête. Dan kan ik ook vragen, goh, als u dat en dat ervan vond. We kunnen alles dynamisch maken tegenwoordig. Als u dat en dat ervan vond, dan kan ik u dan nog dat en dat aanbieden. Die klant is mijn klant al. Waarom moet ik nou weer op internet allerlei rare pixels en weet het gaan installeren? We vergeten gewoon de mensen die al onze klant zijn. Dus we weten het allemaal, maar niemand doet het volgens mij. Nou, mocht er iemand vragen hebben. Wie heeft de vraag aan deze beroepshengelaar? Mooi. Bedankt. Nou, dan heb ik nog wel een paar vragen. Ik vond het interessant wat je zei, dat je iemand moet verrassen met je boodschap op een stop of op een start of op een stopmoment. Ja. Maar daartussen is de grootste tijd. Als iemand op YouTube filmpjes aan het kijken is, ja, dan is die binnen die site wel 14 minuten aan het filmsurfen. Ja. Daar kan je hem pakken. Ja. Ja. Is het jou opgevallen dat op het startpagina forum, op alle fora, geen banners staan? Dat weet ik. I rest my case. Nou, ik weet hem, maar die mag je even uitleggen. Nou ja, de
Het punt daar is binnen alle pagina's. Alle pagina's hebben een eigen forum. Daar staan geen banners op waar de discussie altijd was. Omdat ik dan die hypotheekpagina weer. Dat ik zei van ja, volgens mij hypotheekpartijen willen daar graag staan. En ik kreeg altijd als antwoord van ja, maar ook vooruit. De waarde van die banners is dusdanig laag. Dat geeft alleen maar, nou ja, wat krijg je dan? Dan krijg je inderdaad heel veel. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar affiliate banners, testnet en hoe heet het, die daarom draaien, ze worden bijna niet verkocht. Dus de waarde is daar gewoon is heel erg laag. Zou je kunnen zeggen dat jij of Clicks for Sales alles wel een keertje hebt geprobeerd wat er te doen is op internet? Nou, niet alles. Maar wel heel veel. We testen gewoon heel veel. We proberen heel veel. Dat is ook wat je zegt, hè? Of eigenlijk ook wat Geert-Jan zei. Experimenteer. Ja. Doe het gewoon eens een keer. Ja. Probeer. Je hebt zelfs televisiereclame geprobeerd. Ja. Hoe beviel dat? Dat beviel zo goed dat ik nu weet hoe het wel moet. Laat ik het zo zeggen. Ook dat moet je zeggen. Nee, maar ja, we proberen een heleboel. En dat gaat... je leert gewoon heel veel. Dus bij tv hebben wij bijvoorbeeld iets waar ik van tevoren helemaal niet bij stil stond, geleerd. Dat je me heel erg moet kijken naar ja, wanneer zit iemand achter de tv om zeg maar een tv-programma te kijken. En wanneer is hij daadwerkelijk, of zit hij bijvoorbeeld al achter zijn computer, maar staat de tv aan. En als hij achter zijn computer staat en de tv staat aan, dat is een moment dat hij wel interesse heeft en open staat voor... mijn commercial, maar op het moment dat hij tv zit te kijken en hij zit naar Ajax Feyenoord te kijken wat onderbroken wordt door een commercial, dan gaat hij echt niet naar zijn computer rennen om dat te doen. Dus het is op dat moment leuk voor branding. Ik ben gewend vanuit een internetkant om alles te meten. Ja, ik kan niet meten of die over 2 weken nog eens een keer terugkomt, maar ik wil wel gewoon mijn investering eruit halen. En je werkt er veel met affiliate programma's, nog steeds denk ik? Ja, ook. Ja. En gebruik je ook Google AdWords? Ook. Ja, maar dan zijn jullie tegen elkaar aan het opbieden. Want die affiliate-programma's die zitten ook aan de rechterkant CPC's op het woord hypotheek en oversluiten in te kopen. Ja, maar ik ben het wel met Geert-Jan eens dat die marges al alleen maar kleiner worden. Dus dat wordt voor iedereen uiteindelijk steeds moeilijker. Dus ja, kijk, zolang zij zelf strak vasthouden aan die 50-50-regel. Dus 50% is van de website voor de website-owner en 50% voor de affiliate-partij. Dan wordt dat steeds moeilijker. Dus in dat vlak, daar waar zij op AdWords adverteren, zullen ze dat, en dat zie je ook wel, eigenlijk gebeuren bij alle affiliate-partijen, dat ze hun eigen hypotheekoverzichtspagina gaan maken. En daarmee gaan adverteren. Vraag uit de zaal inmiddels. Hij staat hier nog, de uitsmijter. Rabobank misschien nog vragen? Ik wil die nog zeggen. Zie je, geld verdiend. Kan ik me voorstellen. Michiel, bedankt. Ik krijg een applaus. Graag gedaan.